The woman next door. De feestdagen die staan voor de deur, hè. Ik weet dat iedereen allerlei leuke dingen aan het organiseren is. Met die afspreken en weer met die afspreken. Er wordt gekocht, er wordt geshopt. Vergeet je medeburger niet. Kijk even om je heen. En als je echt kijkt, ga je zien dat mensen je nodig hebben. Vergeet niet in te springen als het mogelijk is. Probeer het. We kunnen het. Eén jurk minder en je kan inspringen. Eén kippenboot minder. Ik ben een Surinamer, dan heb je muggen. Dus vandaar dat ik af en toe sla, dat je niet denkt van ze slaat zomaar haar lichaam. In Suriname heb je muggen en die kunnen behoorlijk prikken. Dus ik heb zo'n muggenkaars, heb ik branden. Maar dan nog, dwars er doorheen voel ik af en toe die prik. Maar dat is het ergste niet. Suriname is leuk. Suriname is zo leuk. Waarschijnlijk straal ik het ook uit. Maar iemand belde me van de week en die zegt, Lita, ik heb naar je vlogs en ik heb gewoon naar je moves te kijken. Ik zie hoe je beweegt daar in het land. Ze zeggen, ik word zo grappig. Je leeft als een miljonair, maar je bent geen miljonair. I know, ik ben geen miljonair. Maar je leeft als een miljonair. Eigenlijk, wat de persoon tegen me wil zeggen, is, ik zie dat je straalt. En dat moet je zelf doen, hè. Kost geen geld. Je kan die politici niks verwijten daar, wat dat betreft. Douchen. Een beetje optutten. Je haar een beetje in shape brengen. Met hele kleine dingetjes kom je een heel eind, hè. Qua uitstraling, maar ook hoe je uit je ogen kijkt. Het licht is bij mij nog niet uit mijn ogen. En ik denk niet dat het ooit gaat verdwijnen. Alhoewel, tuurlijk heb ik af en toe van die momenten dat ik denk van fuck. Maar ik heb meer aha momenten dan fuck momenten. Dat ik denk van ah shit. Dus, er is hoop. Ik spreek jullie. The woman next door. Dat zijn jij en ik, hè? Was je het vergeten?